Maandagmiddag 31 juli is rond 2 uur een auto te water geraakt aan de Bouwhuwlaan in Spijkenisse. Door onbekende oorzaak reed het voertuig rechtdoor het water in. Naast de brandweer en ambulance kwam ook een traumahelikopter ter plaatse, doordat de bestuurder bekneld was geraakt. Op een later moment is de bestuurder bevrijd uit de benarde positie door de hulpdiensten en met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.